Ja, ik verwacht gewoon echt op plek nummer 1 te staan. Eigenlijk 1, 2 en 3. Ik kan je zeggen, morgen gaan we naar een huis kijken. Ik vind vertrouwen is goed, controle is beter. Ja. Welkom hier bij een nieuwe aflevering van Reality. Ik heb twee hele knappe dames hier op de bank zitten. Eentje heeft meegedaan met Ex on the Beach en Temptation Island. En de ander kennen we van haar, ja, haar vertrek uit The Bachelor. Ze is namelijk zelf opgestapt. Ik heb het over Lee en Beate. Dames, welkom. Dankjewel. Yeah. Hoe is het met jullie? Goed. Ja? Met mij heel goed. Met mij ook. Lee, ik wil eigenlijk beginnen bij jou. Ja? Als ik zeg, spring maar achterop bij mij. Achterop de fiets. Ja, dan weet ik al voor wie jij het hebt. Want je bent verliefd. Ik ben helemaal verliefd, ja. Wat ik leuk. Helemaal op die roze wolk. Want je hebt een relatie met? Gerst Pardoel. Gerst Pardoel, die kennen we natuurlijk allemaal in Nederland van Asse Hits. Hoe is dat ontstaan? Nou, helemaal niet zo spannend of zo. Via de DM. Dat hij stuurde een DM naar jou? Ja, ja. Met, waar kom jij vandaan? Want ik moest even checken of jij niet AI was. Dat stuurde Gers. Jeetje, Gers. Wat een slechte openingszin. Nou, dat vond ik niet helemaal. Die had ik nog niet gehoord in ieder geval. Wel uniek. Nee, ja. En toen reageerde je, toen dacht je, nou, leuk jongen. Ja, dat was zo onverwacht. En het was ook al, het was heel laat. Ik denk dat het al 1:30 s'nachts of was. En toen zei hij van, ja, anders kan ik jou wel een keertje bellen. Ik zei, gaan we dit nou doen, ja? Ja, en toen, voor we het wisten, zaten we alweer een uur aan de telefoon. Dat ging echt automatisch. En de volgende dag ging wel op date. Wat snel? Ja, echt. Ja. Want hoe lang is het geleden nu? Dat was van begin dit jaar. Wat leuk. Dus 4 maandjes al op een roze wolk. Ja, eigenlijk wel. Ja, we hebben het heel leuk met elkaar. En wanneer sloeg de vonk voor jou over? Vrijwel meteen eigenlijk. Wij konden zo goed met elkaar praten. Dat leek alsof wij elkaar al jaren kenden. En dan weet ik wel van, oh ja, dit vind ik leuk. Want ik voel me niet zo snel heel comfortabel met iemand. Dat duurt bij mij meestal lang. Ja. En ja, met hem was het eigenlijk nooit raar of ongemakkelijk of zo. Dat voelde gewoon heel natuurlijk. Ja. Wat fijn, hè? Ja, dat was ook echt waar ik naar op zoek was. Dus ja. Want hoe lang was je vrijgezel nu? Ja, ik was niet zo lang vrijgezel. Want ik was ervoor wel met iemand aan het daten. Maar dat was ja heel abrupt en zo geëindigd. Dus ja. Dit het kwam echt heel onverwacht, ja. Wat leuk. Je straalt ook helemaal als je het erover hebt. Toch schattig om te zien. Dat is een leuk compliment, ja. En zie je hem ook als de man van je dromen? Op papier is hij wel helemaal mijn type. Ja? Ja. Ja, ik geloof wel in monogamie, dus ik weet niet hoe jij erin staat dat je denkt van ja... Ja, ik ben ook zo. Ik ben echt oldschool. Mijn ouders die zijn ook nog altijd samen, dus dat is wat ik ook zeg maar wil zelf. Daar verlang je ook naar, inderdaad. Ja, met iemand toch wel de rest van mijn leven kunnen spenderen. Dat is wel de bedoeling. Schrijft Gers toevallig ook liedjes voor jou? Of over jou? Gers is druk bezig met nieuwe muziek. Heeft heel veel klaar liggen ook. Ja, dan heeft hij wel sessies en dan komt hij thuis en dan is van ja, ik heb weer wat geschreven. En dan laat hij dat horen en dan denk ik, oh ja. En het gaat dan over jou? Daar zitten dan insteken in, ja. Dat zegt hij dan ook dat zelf. Dat is wel heel romantisch. Dat zegt hij leuk. Ja, dat is heel cute. Ja. Woon je al bij hem? Of hoe zit het nu? Of wonen jullie op afstand? Hoe moet ik het zien? Ik kan je zeggen, morgen gaan we naar een huis kijken. Ja. Spannend! Dus de eerste stap is alweer gezet? Ja, misschien wel, als het iets is, ja. Waar gaan jullie kijken dan naar het huis? Is het in Nederland of in België? Het is vlak bij de grens. Oh, dus nog echt wel een beetje in het midden? Ja, dat we wel van overal nog altijd even gemakkelijk kunnen geraken. En je hebt nu een relatie, maar je hebt natuurlijk ook verschillende datingprogramma's meegedaan. Ik noem bijvoorbeeld een Ex on the Beach, een Temptation Island. Hoe kijk je terug op je deelname aan die programma's? Ja, ik heb die programma's nooit echt als datingprogramma's gezien, ook niet. Want je moet niet naar een Ex on the Beach gaan en denken dat je de man van je leven tegen gaat. Het kan, hè? Er zijn genoeg koppels dan overgebleven aan het programma. Dat was in ieder geval niet mijn insteek toen ik ooit naar een Ex on the Beach of een Temptation ging, in ieder geval. Maar ja, ik heb het er altijd heel leuk gehad. Ik kan daar ook geen slecht woord over zeggen. Ik merk alleen wel als ik de laatste seizoenen kijk, dat totaal anders is dan het seizoen waar ik ooit heb ingezeten. Want ja, mijn seizoenen die gaan echt way back. Dat is echt ook al lang geleden. En ik vond bij ons zat er nog een beetje een verhaallijn in of zo. Dat ging niet zozeer om
het meeste bedpartners gehad te hebben of elkaar half het ziekenhuis in te slaan. Dat vond ik heel fijn aan het seizoen waar dat ik... Wat voor verhaallijn had jullie seizoen dan? Want ik kan ja, me ook ik wel weet herinneren niet, bij, dat... bij ons zat er zo wat meer, ja, stom gezegd, maar love in of zo. Er gingen wat meer mensen met elkaar. Het was niet van dat er iemand in zat die 15 exen achter zijn naam had staan of zo. Dat was niet zo heftig bij ons. Ja, dus het ging iets meer om de liefde bij jullie in het ja, seizoen? Misschien wel. Ook al is Ex on the Beach niet echt een liefdesprogramma, maar ja. Bij ons zat er dat wat meer in, ja. Er is nu een All-Star season. Ja, je mag niet zeggen of we je daar gaan zien of niet. Maar zou het bij je passen op dit moment? Ik neem aan de opnames waren toen je nog vrijgezel was. Mm-hmm. Dus het kan zijn dat we wellicht Lee gaan tegenkomen. Nou, ik merk wel dat ik op een ander punt sta in mijn leven. En ja, dat ik daar wat volwassener in geworden ben. En dat soort programma's... misschien wel een beetje passé is, ja. Maar dat wil niet zeggen dat je misschien mij ergens nog wel eens heel even kan zien opduiken in een soortgelijk programma. Maar dat is dan ook wel om er goodbye tegen te zeggen, dat wel. Dus eigenlijk zeg je nu een klein beetje tussen neus en lippen door dat wellicht jij wel te zien bent in het laatste All-Star season. Nou, dat mag jij zelf invullen. Beate, zou jij ooit meedoen met zo'n Ex on the Beach of Temptation Island? Nee. Nee. Nou ja, dat is niks voor mij. Ik heb het ook niet gekeken hoor, dus ik weet ook niet hoe dat helemaal in elkaar zit. Maar zoals je net al een beetje zei, van dat je dan ook heel erg actief, zoals het nu is, dan achter iemand aan moet en zo. Dat is niks ja, voor jou. Zelfs, maar, dat is niks voor jou. Nee, dat hebben we gezien. Daar gaat niemand achter iemand aan. Die gaan gewoon allemaal met elkaar een beetje, ja. Ja. Een beetje plat en ordinair is het. Zo wordt er een beetje naar aangekeken. Oké, okay, ja. Dat is niks voor jou? Dat denk ik niet, nee. Dat is wel, jij hebt gewoon liever een programma, een one-woman show. Ja. De theatershow gewoon. Ze hadden haar gewoon Bachelorette toch? Moeten maken. Ja. Je hebt ook aangegeven ooit dat je wel ook een donkere periode had gehad. Je was namelijk gediagnosticeerd met het syndroom van Ramsey. Kan je daar iets meer over vertellen voor mensen die niet weten wat dat is? Ja, ik wist zelf ook niet wat er met mij aan de hand was. Maar ik kreeg rode vlekken in mijn gezicht, aan één kant van mijn gezicht. En het voelde alsof er iets onder mijn huid zat. Dat was een heel gek gevoel. En ik dacht van, hé, wat is dit nou? Dus ik was naar de dokter gegaan. En toen kwam hij daarmee af. En ik had er nog nooit van gehoord. Ik wist niet wat het was. Toen zei hij, ja, maar je moet maar eens opzoeken. Justin Bieber heeft dat ook gehad. En dat is eigenlijk dat de ene kant van jouw gezicht, ja, verlamd geraakt en kan beginnen hangen. Nou, ik was er zo op tijd bij dat ik ook medicatie, heel hevige medicatie ervoor gekregen had. Dus bij mij is het nooit gaan hangen. Ik heb er echt, ben er goed van afgekomen. Maar dat was wel even heftig. En ja, dat wordt getriggerd, of dat kan getriggerd worden door hevige stress. En dat had ik ook wel echt toen in die tijd. Dat was vervelend. Ja. Hoe ben je ermee omgegaan? Soms heb je niet door in wat voor situatie je zit. En ja, ik vind het moeilijk om stress te herkennen. Dus op een gegeven moment gaat jouw lichaam dat op een of andere manier onthullen. Van nou is het wel echt even genoeg en moet je een stap terugnemen. Ja. Ja, en dat heb je toen ook gedaan? Ja. En ben je nu wel er helemaal vanaf? Ja, maar? Ja, ik merk er nou niks meer van. Dus ja. Okay. Was gewoon, ja, en het komt ook helemaal niet voor. Dus dan denk ik van, ja, waarom moet ik nou weer diegene zijn die zoiets heeft? Ja. Ja. Maar goed, gelukkig gaat het stuk beter met je. Ja, zeker wel. Ik heb jullie natuurlijk het hemd van het lijf gevraagd, maar ik ga jullie nog veel meer vragen tijdens theeleuten. Dus kom met me mee. Oh, ja, alles valt ook gewoon. Maakt helemaal niet uit, kom lekker zitten. Weet je, als ik vlieg voor Transavia. Ja. Jij moet heel eerlijk gaan antwoorden. Kan je dat? Nou ja, zeker. Tegenover welke bachelor zou je nog een keertje willen staan? Paul of Rien? Rien. Rien? Ja. Welke Ex on the Beach deelnemer kom jij liever niet tegen in het echt? Nee. Nou ja, nee. Is er één persoon wat je denkt van, nou, jou hoef ik liever niet meer tegen te komen? Eigenlijk niet. En ben je met iedereen nog goed? Ik heb eigenlijk met niet zo heel veel mensen nog contact van Ex on the Beach. Wel zo is via Instagram van, oh, dat, maar... dat ik ze in het dagelijkse leven zie of zo? Nee, eigenlijk helemaal niet. Nee. Tegen welke prijs zou je terugkeren in het volgende seizoen van The Bachelor?
Dus als weer als een deelnemer. Zou je dat doen? Jezelf. Hey? Nee? Ja, goed. Schoorsteentje moet ook roken, dus als er een... voor de bachelor als deelnemer, ja. Mag ik dan wel weer weg of moet ik echt de volle tijd blijven tot het einde? Je laat maar. Laat maar. Maakt ook helemaal niet uit. Tegen welke tijd hoop jij het huwelijksbootje met Gers in te treden? Als het aan hem lag, dan waren we op de tweede date al in zo'n Las Vegas in een chapel getrouwd. Oh echt? Ja. Hij is wel lekker romantisch. Ja, dat heeft wel iets, vind ik. Wat viel je het meeste tegen aan je deelname? Dat ik geen telefoon bij mocht hebben. Dat was zwaar. Ja? Dat was zwaar. Gewoon niet een reel kunnen kijken of niks. Helemaal niks, hè? Geen TikToks. Nee, het is echt primitief. Oké, lieve Beaat, dankjewel. Kom, we gaan eruit. Dankjewel. De meest besproken kandidaat tot nu toe, Beate. Eigenlijk is het programma een klein beetje saai geworden zonder jou. Ik kijk er ook naar. Ik denk, ja, ik mis toch een beetje die spijs, die arrogante blikjes af en toe. Je hebt er wel echt een showtje van gemaakt. Ja, nou ja, dankjewel. Want hoe kijk je terug op je avontuur bij The Bachelor? Ja, gewoon heel goed, heel leuk. Voor ik erheen ging, hadden mensen al wel gezegd van, Beate, wees niet te veel jezelf. Nou, dat is geen goed teken als ze dat zeggen. Nee, dus dit was ook nog mijn gematigde versie. Oh, echt? Ja, en dan kijk je terug en ik denk van, maar ik zeg toch helemaal niks geks? Ja, dan hoor ik wat ik zelf zeg en denk van, ja, makes sense. Ja? Ja. Makes sense, ja. Ja, ik heb heel hard om je moeten lachen. Ook dat moment dat je zeg maar op die tafel zat en gewoon heel indringend naar Paul zat te kijken van... Hallo, ik zit hier. Je bent bezig met twee andere meiden. Ja. Je hebt ook aangegeven dat je het programma niet eerder hebt gezien. Nee. Dat vind ik ook heel bijzonder. Dat je meedoet aan een programma terwijl je niet weet waar je aan meedoet. Ja. Ja, ik had ook geen Videoland of zo. Dus ja, ik kon het ook niet kijken. Dus even, het was steeds gekker. Mag ik misschien gewoon een linkje? Dus nee, je moet me gewoon aanschaffen. Ik zeg, ja, doei. Gaven ze jou niet eens een abonnementje? Nee, dus ik zit het nu gewoon op iemand anders als een parasiet op iemand anders profiel te kijken. Elke donderdag. Maar je had je een beetje vergist in het programma, zei je? Ja, een beetje wel. Nou, niet echt, maar het was dit jaar wel echt een andere insteek, zeg maar. Het was mij ook verteld van, we gaan dit jaar wat eerlijker doen. Je weet ook niet wie de bachelors zijn. Of de bachelor, want ik wist niet dat er twee zouden komen. Dus daardoor dacht ik van, oké, dat is goed nieuws. Want ik wilde niet, zeg maar, me echt inschrijven voor iemand. En ik dacht, ja, dan ben je een beetje aan het fangirl of zo. Dat voelde niet goed. Dus ik dacht, oké, dan kom ik daar en dan geef ik hem, zeg maar, de kans om mij te ontmoeten. En dan moet hij ook... Oh, hij moet jou ontmoeten inderdaad. Jij, heel goed. Jij, ik hou van deze instelling. En dan moet hij ook een beetje zijn best doen om mij te overtuigen dat ik niet voor niks naar Zanzibar ben gekomen. Maar het is altijd met een BN'er, toch? Ja. Ja, dus ik dacht van, nu is dat dus niet zo. Ik dacht, dat is een voordeeltje, maar daar had ik me een beetje in vergist. Ja, vond je dat een voordeel, dat het geen BN'er was? Toen ik daarheen was, want de theorie klopte. Van, dan zal hij zich ook moeten bewijzen aan mij dat hij gewoon een leuke vent is. Maar onderaan de streep waren we daar met 26 meiden. Dus toen, dat was gewoon toch te veel. En je ziet dat het zo werkt dat ja, als er schaarste is, dat, dat de rollen eigenlijk gewoon hetzelfde waren als voorgaande jaren. Want je kreeg wel de first impression, Rose. Ja. Daar was ik heel blij mee. Was je heel blij mee, inderdaad, ja. Toen dacht je eigenlijk van, kat in het bakkie, ik heb hem in mijn zakkie. Ja, inderdaad. Ik dacht dat de first impression Rose echt iets was van waarmee je een soort lichte voorkeur uitsprak voor die persoon. Dus zoals ik het zeg maar interpreteerde, was van oké, hij vond mij dus een beetje leuk, zeg maar. Van lichte voorkeur voor Beate. Dus ik dacht, nu gaat hij mij pursuen, zeg maar. Ja. Maar zo werkte het dus gek genoeg niet. Jij wilde gewoon eigenlijk dat hij de hele tijd achter jou aan zat. Als je een voorkeur hebt, dan vind ik het niet gek. Want ik vond dat je dat bij Rien wel heel erg zag gebeuren. Dat hij bepaalde meiden heel leuk vond. En ook altijd wel even op de cocktailparty even hallo kwam zeggen. En even toch even van, hey, ik ben je niet vergeten. Of, en ik dacht dat ik door die witte roos ook wel zo'n behandeling verdiend had. Ja. Ja, ik vind het heerlijk dat je er zo in staat inderdaad. Ja. Want normaal... is het dat de vrouwen zich een beetje moeten opdringen aan de mannen. En jij hebt zoiets van, doe jij best maar voor mij. Ja, want dat is eigenlijk hoe het natuurlijk in de natuur is. Zo zie ik dat in ieder geval. En ik dacht van, dat kan je toch niet van mij verlangen als je niet weet wie het is. Jij bent gewoon een ouderwetse meid. Ja. Ja. En ik ben er trots op. Ja, je mag er ook trots op zijn. Ja.
Je gaf ook aan dat je het last had van impostersyndroom tijdens je deelname. Klopt, ja. Wat houdt het in? Vertel. Dat ik me een beetje, zeg maar, in die groep meiden een beetje een fraud voelde, zeg maar. Omdat ze allemaal... Het was gewoon echt een ijzersterke cast, zeg maar, met allemaal succesvolle meiden die echt op hun 21ste, 20ste hun eigen bedrijf zijn begonnen. Ze hadden een bikinilijn en zo. Ja, als ik een bikinilijn zou willen opzetten, ik zou echt niet weten hoe ik dat aan zou moeten pakken of zo. Dus ja, ik heb dan wel natuurlijk een master ondernemingsrecht, maar dat is toch gewoon op school, zeg maar. Je schrijft gewoon je in en je gaat naar school alsnog, zeg maar. Dus het voelde alsof zij allemaal hele... Ja. Hè, maar de bejaarde, stoere, zelfverzekerde bejaarde die ik ken, die voelt zich dan niet gelijkwaardig als de rest omdat de andere een bikinilijn heeft. Terwijl je weet nooit, misschien heeft ze maar 2 bikinis op de markt uitgebracht en heeft die gewoon ingekocht op AliExpress. Dat weet ik niet, maar ja. En jij staat er echt van top tot teen, hè? Je staat er gewoon je vrouwtje te zijn en je wordt onzeker door iemand anders die, weet ik veel, een bikini op de markt heeft gebracht. Ja, ja, ik vond dat gewoon hele, omdat zij zo succesvol waren, zeg maar, of ondernemend, dacht ik echt van, wow, weet je, pas ik hier wel tussen? Ja, dat was wel, ik moest eventjes... Oh. Ja. Ja, dat was even... Ja, ik ben ook maar een mens. Ja, ja, ik vind het heel fijn dat je eerlijk bent, hè. Ik vind het heel mooi. Dat zie je alleen. Want je kwam natuurlijk wel over als een tough cookie. Dus een... Ja, ja. Ja, ben ik ook wel. Je gaf ook al aan dat Paul niet echt aandacht voor je had. Mm-hmm. Vond je dat ook echt? Dat vond ik echt. Ja? Ja. Had je het ook uitgesproken naar hem toe? Nee, dat niet. Dat niet. Ik was wel voornemens en dat stukje bij die pilaar, weet je wel, dat ik een beetje aan het kijken ben. Mm-hmm. Toen zat ik eens te denken, oké, weet je wel, want zeg maar heel veel mensen hebben eigenlijk een beetje, vinden het, zeg maar, dat ik heel bezitterig overkom of zo. Maar zij verwarren een beetje mijn arrogantie met bezitterigheid. Want ik ben gewoon arrogant? Ja. Dat is het. Je vindt jezelf gewoon arrogant? Nou, het is niet dat ik, niet arrogant in de zin dat ik op anderen neerkijk of zo, maar ik vind mezelf wel gewoon een toffe peer. Snap je? Ik begrijp je helemaal, ja. Ja, dus ik dacht van, ik zat bij die pilaar en denk van, ja, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Ik had gewoon heel erg, ja, disbelief, zeg maar. Ja, zoiets van, waarom zit je met die andere meiden terwijl je ook met mij kan zijn? Ja, ik kon ongeloof, gewoon pure ongeloof. Dus ik dacht van, oké, ga ik hier wat van zeggen of niet? Het werd uiteindelijk toch niet gedaan, toch de eer aan mezelf gehouden. En dat heeft mij mooie beelden opgeleverd, ja. Want hoe ben jij in een relatie eigenlijk? Ik ben wel gewoon... hecht in een relatie, zeg maar. Ik verwacht wel dat je veel met z'n tweeën doet. En ja, ik verwacht gewoon echt op plek nummer 1 te staan. Eigenlijk 1, 2 en 3. En dan helemaal niemand en als moeder, zeg maar. Nee hoor, dat is een grapje. Nee, ja. Dat is geen grapje. Dat is geen grapje. Nou ja, ik vind dat gewoon... ik verwacht gewoon op nummer 1 te staan. En ik vind het dan... Ik ben niet, zeg maar, echt een cool girl die helemaal zegt van, joh, leuk... hang elk weekend met je vrienden in de kroeg. Ja, maar dat gaf je dus ook al aan. Ja. Van de Friday nights are for the boys, daar hou je dus niet van. Ja, als jouw motto is Friday nights for the boys, ja. Dan moet je mij dus niet bellen, ja. Maar ik vind dus dat ik daar niks geks mee zeg. Iedereen viel daarover, maar ik denk van ja. Kijk, wat ik zeg is, als jij elk weekend met je vrienden altijd in de kroeg hangt, standaard. Ja, dan zijn wij geen match, zeg maar. Maar Nederland hoorde, Beate heeft alvast een enkelband besteld. Dat was ook niet het geval. Je mag natuurlijk, kan je gewoon met je vrienden dingetjes doen, maar als het gewoon standaard elk weekend dat is, want ja, je kent die types natuurlijk ook, ja, dat boek heb ik lang geleden al uit, zeg maar. Ja. Ja, want hoe zie jij een relatie voor je? Ik ben heel erg safe voor, ik vind het echt superleuk om naar het strand te gaan. Dus bij mij schiet het dan in het verkeerde keelgat als het de eerste mooie dag van het jaar, en ik heb heel vaak gezegd, laten we een dagje naar het strand gaan, dat je dan zegt, nou, ik ga met de gasten naar het strand of zo. Weet je, snap je wat ik bedoel? Dat zijn van die kleine dingetjes. Ja, daar moet je gewoon echt niet mee aankomen. Ja. Oh, doodsbang zou ik zijn voor jou. Hoe kijk jij er naar, Lee? Wat vind jij ervan? Ik snap het ergens wel. Dat je zo op die oldschool manier, dat je vindt dat een man naar jou moet toekomen, interesse moet tonen. Ja. En dat hij ook gewoon, als jij iets te vertellen hebt, wanneer jij zegt van, oh, ik zou echt heel graag naar het strand willen gaan, dat hij dan attent is en dat onthoudt en op een mooie dag zegt van, kom schat, we gaan naar het strand. Vind je controle belangrijk? Ik vind vertrouwen is goed, controle is beter. Ja. Ja. Nee hoor, dat is een grap. Maar zou je iemand heel veel controleren in een relatie? Nou kijk, weet je wat zo is? Ik zou nooit iemand zijn telefoon checken, maar ik heb het wel gewoon eens gedaan. En het punt is, elke keer als ik een telefoon heb gecheckt, vind ik iets. Snap je? Dus oh ja. Ja, soms moet je ook gewoon naar je onderbuikgevoel luisteren.
Je hebt natuurlijk heel veel over je heen gekregen op social media, op TikTok. Je was eigenlijk het gesprek van de dag. Hoe heb je gekeken naar al die commotie online? Ja, ik vond het geweldig. Ik heb echt, echt ervan genoten. Ja. Als ik dan op mijn beste vriendin heeft, dan zag ik een, kreeg je zo'n melding, heeft een TikTok gezien, dan was ik al gewoon like, helemaal hype. Van, oh, ik ben benieuwd wat het deze keer is, zeg maar. Ja. Dus je hebt je geen één keer dat je dacht van, oh, dat vind ik niet zo leuk dat mensen dat zeggen? Of... Nee, nee. Hoe staat het met je liefdesleven? Ja. Het is... Beate, vertel. Nee, er wordt wel aan gewerkt, zeg maar. Ben je aan het daten? Nog niet. Oh, dus er is wel iemand? Nee, nee, er is nog helemaal niemand. Maar je zegt nog niet. Ja, ik heb wel een projectje. Een projectje? En wat is het projectje? Ja, gewoon een potentieeltje, zeg maar. Ja? Ja. Maar nog niet gedate, maar dat ik denk van oké, ja, misschien. Misschien. Wellicht. Wellicht. Hoe ken je diegene? Ja, dat mag ik niet zeggen. Ja. Kan het een van de bachelors zelf zijn? Nee, 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 nee. Zou je op een paal vallen in het echte leven? Normaal gesproken niet zo snel. Natuurlijk een hele knappe man, dat zou ik niet ontkennen. Maar niet per se echt, ik vond hem een beetje aan de jonge kant. Zou je nog mee willen doen aan andere programma's? Ja, denk het wel. Zoals? Ja, de bachelor. De bachelor zou je willen zijn, ja dat snap ik. Maar goed, dat zie ik niet gebeuren. Maar ja, ja op zich vond ik het wel heel leuk en ik sta er zeker voor open. Maar ik weet nog niet echt, ja, ik heb ook te weinig gezien zeg maar, om te weten wat echt goed bij mij past. Dames, dank je wel voor het komen. Ik wens jullie heel veel succes. Jij met je nieuwe liefde en jij met je potentiële projectje. Dank je wel. Laat ons weten hoe en wat. Ja. Dank je wel. Jullie bedankt voor het kijken. Ik zie je gewoon binnenkort weer gezellig bij jullie. Dag, dag.